begonnen. Daar stonden mensen die zeiden, hey, dat zijn best wel leuk. En zo zijn de eerste boekingen gekomen. En toen maakte ik mijn eerste singeltje op, mijn 12e. Dus inmiddels mag ik dit mooie beroep al 21 jaar uitoefenen. Waarvan het afgeluid dan daar boven niet lukt. Dat is heel raar. Als ik jou kus, voel ik een waar en me geloof. Hoi, wij zijn een documentaire aan het filmen. Toch jongens? Zeker. Lekker droog. Nee, we zijn de hele ochtend al bezig geweest met opnames voor een documentaire. Voor jullie schoolproject. Zeker. Maar misschien ook wat voor ons, hè? Wie weet. Never know. Wie weet. En ja, we zijn nu klaar. Dus ja, lekker droog. En door. Jij weet zelf niet wat je moet vertellen. Nee, ik weet het ook niet. En door met de dag. Ja. En door. Dit was het. Hallo mensen, welkom in een nieuwe vlog. Ik heb jullie nog niet welkom geheten, maar wij zijn net bezig geweest met iets heel leuks. Wat binnenkort, het was eigenlijk voor iemand anders, maar waarschijnlijk gaan wij het ook gebruiken. Dus wat binnenkort uit zal komen. Echt heel leuk. Rut is nu naar Amsterdam in verbonden een beurs waar die gaat staan. En ik heb dus 2 dagjes lekker vrij. Ik heb genoeg te doen. Dus ik ga nu even lekker eerst boodschapjes halen. Ja, vooral thuis even de boel op orde houden. Dus wasjes draaien. Even het huis doen. En daarna ga ik ook even de vlog van deze week bewerken. En nog wat andere klusjes. Dus ik ben lekker bezig vandaag. En morgen heb ik ook een belangrijke dag voor de boeg. Ja, dat eigenlijk. Nou jongens, ik heb even het hele huis gedaan. Het is helemaal weer netjes. En mijn auto heb ik net gewassen, want die was ook een beetje vies. Daarna heb ik even boodschapjes gedaan, ben ik even naar de Jumbo geweest. Ben ik even naar de Action geweest. Daar heb ik een hele tas vol met spullen weer gekocht, of course. Want Rutte heeft een nieuwe auto, maar dat betekent natuurlijk niet dat mijn auto er niet leuk uit hoeft te zien. Dus ik heb wat leuke dingetjes gehaald. Ik hoop dat het ook wel leuk is, hoe het staat, zeg maar, in de auto. Zo niet kan ik het altijd nog... niet gebruiken. Dus ik ga even mijn auto pimpen. Hoi mensen, het is vandaag woensdag. En vandaag heb ik een iets minder dagje achter de rug. Dat mogen jullie best weten. Want hè, het is een vlog, dus dan mogen we ook de zwakkere momenten delen. Vandaag had ik een sollicitatiegesprek voor een functie binnen waar ik werk. Dus het is niet een compleet andere baan, maar een andere functie. En helaas ben ik niet aangenomen. En ja, het blijft natuurlijk altijd een teleurstelling als je iets graag wil, dat het niet lukt. Ik ben namelijk bezig naar een andere standplaats te vinden voor mijn werk. In verband met dat ik natuurlijk gewoon vast in Maasbommel wil gaan wonen. Ik wil niet elke keer maar heen en weer blijven chasen tussen Leiden en Maasbommel. Want dat kost gewoon zoveel vrije tijd en zoveel energie. En heel veel geld. En zeker niet met de benzineprijzen. Het is gewoon niet leuk meer. Dus vandaar, het is echt... het is jammer. Maar goed, geef niet op. Maar ik heb vandaag wel even een down momentje gehad. Ik heb vanmiddag een Disney film gekeken en meer eigenlijk niet. Nu is mijn vlog wel aan het uploaden voor deze week. Dus dat heb ik dan nog wel voor elkaar gekregen. Maar goed, dat is het even voor vandaag. Ik heb iets naar beneden toe, klein beetje kijken. En dan is ze vrolijk kijken ze naar binnen kwam. Dus heel goed. Ja, hartstikke goed. Top. Dat was hem. Top. Hallo mensen, het is vandaag vrijdag en ik ga onderweg naar mijn werk. Ik heb nog 1 avondje werk en we hebben een lekker weekend. Vanochtend heeft Rutte even wat postfoto's laten schieten voor zijn nieuwe rijbewijs. En nu ga ik dus naar Naaldwijk rijden voor mijn werk. Ik heb een late dienst vandaag. En wat ik zeg, morgen heb ik weekend. Dus morgen gaan jullie weer gezellig meenemen naar wat leuke optredens. En andere dingen die we gepland hebben staan. Wij zijn lekker aan. Deze hoeven we niet meer van de spies te halen. Lekker man. Lekker man. Eet smakelijk goed. Jij ook. Zo mensen, het is vandaag zaterdag. En wat hebben wij voor een dagje gehad? Een beetje rommelig. We zijn vanuit Leiden hier naartoe gegaan. We hebben gisteravond wel een leuk feestje gehad. En
Nu zijn we dus weer hier en we hebben nog even geluncht in Nijmegen, tussenstopje. En nu gaan wij onderweg. Het is nu 8:30 en we gaan bijna onderweg naar Meidrecht om Diederik op te halen. En daarna gaan we door naar Hij en Boeikoop, want dan moet Rut zingen in een feesttent. Dus dat is altijd wel leuk. Dus we gaan jullie weer meenemen. Bedankt! Mensen, het is vandaag zondag en wij gaan lekker. Je keek echt heel zo grijs naar de kouwe. Sorry. Betrapt. En wij gaan onderweg naar Appelter. En dat is echt niet zo heel ver hier vandaan. Echt heel dichtbij. En dan gaan we lekker pannenkoekjes eten. Lekker. Ik moet ook nog een leuke foto maken voor de Instagram van IDO Sweden. En verder hebben we eigenlijk de hele ochtend... ik heb de webshop afgemaakt. Onze website is eindelijk af. Voor Belief. Dus check hem. Het is www.belief-by-rutger.shopify.com. Zet het anders even in de vlog. Dan kunnen ze makkelijker kijken. Slim. Die zet ik erin. Dan kunnen jullie kijken op de website. Er zijn alle armbanden op die wij op dit moment hebben. En... ja, er is nu ook 20% korting met de kortingscode WELKOM20. Dus shoppen. Dat is heel leuk. Ik heb ze hier. Ik heb ook helemaal. Ik heb ze ook nog helemaal niet in de vlog laten zien überhaupt. Nou, lekker bezig jij. Ja, echt waar. Okay. Nou, jongens, dit zijn de armbanden. Het zijn 3 armbanden. 1, ja, hoe noem je die? Ik ben de namen even kwijt. Het is echt zo onprofessioneel. Maar het zijn best wel lastige namen. In ieder geval de bovenste is een mix van oranje met... nou ja, bruin eigenlijk, met grijs, groenige kleurtjes. Echt wel een mooie kleurencombinatie. Die middelste is antracietgrijs, als ik het goed uitspreek. Antracietgrijs. Antraciet. En die onderste is de limited edition, want daar zit een leuk bedeltje aan, zoals je kan zien. Een microfoontje met een R'tje. Want hè, van wie zou die nou zijn? En dat is eigenlijk de hoofdarmband. Als set verkrijgbaar. Ja, hij is ook als set verkrijgbaar, of course. Of los. Of los. Maar je moet hem natuurlijk wel als set hebben, want dat is gewoon het leukste. En dan later dit jaar zullen er nog meer collecties, of in ieder geval sowieso 1 collectie uitkomen nog. Dat is rond de zomer. En dat worden weer wat lichtere kleurtjes. Maar dat houden we nog even een klein beetje geheim. Dus dat betreft de armbanden. Neem een kijkje en dan gaan wij nu lekker pannenkoeken eten. Wij zijn echt... wij eten nooit meer thuis. Wat ben je toch altijd zo lekker vrolijk? Jongen, echt. Jongen, echt. Het wordt spannend met dat licht. Ja, dus echt, we zijn in een spannende attractie in de Wasstraat. Want dat was hard nodig. Maar goed, ik denk dat het een hele korte vlog was. Maar bij deze gaan we... God, wat ben jij vervelend. We gaan hem afsluiten voor deze week. Volgende week komt er geen nieuwe vlog. Dus
meest blij? Nee, dat hè. Maar ik heb niet zo lang. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En dan zien wij jullie in de volgende vlog. Doei!